wie bent u en waar kennen we u van? Ik ben John Kuipers, zoals je weet, of niet. Maar je zou me kunnen kennen van in de 60e jaren. Ja, zuster, nee, zuster. Weet je wel, niet met de deur. Nou, dan speelde ik even de jonkies. Ik was toen heel jong. Ja, nou, omdat ik al heel oud ben, zijn de oudere mensen kennen me nog. Ik ben bij Wim Kan begonnen. Nou, die ken jij nog niet eens, denk ik. Wim Kan was een beetje de zoals je nu hebt, Joep van het Hek of zo. En Knoop in je zakdoek heb ik heel lang gedaan. Dat is voor verstandelijk gehandicapten een programma. En daar kennen veel mensen me ook wel van. Maar ik heb dus ook allerlei televisieseries, Mag het ietsje meer zijn en Zonder Ernst. En ook in theater veel, ook musicals van Annie Schmid. En wat zijn de eisen om een goede acteur of actrice te worden? Talent en werken. Eraan werken is alles. En heeft u er nog iets aan toe te voegen? Nou ja, je moet wel wat ook van de techniek. Je hoeft niet per se een toneelschool te hebben, maar je moet wel opletten dat je behoorlijk duidelijk en helder praat. Je merkt de laatste tijd dat mensen veel te snel en te onduidelijk praten. Maar als acteur is het beter dat je eigenlijk een neutraal soort stem hebt. Een algemeen Nederlands, zou ik maar zeggen. Maar dat je wel in staat bent om ook een beetje met een soort boers te praten als het nodig is of zo. Of je kan een beetje Duits. Als ze zeggen, ze moeten een Duitse manier hebben, dan kan ze zo praten. Of men kan ook een beetje Frans praten. Als men wil, dat kan men dan maar proberen. Hè. Wat zijn de voordelen en nadelen van acteur zijn? Dat je altijd weer de spanning hebt. Die heb je ook nodig. Vlak voor je begint bijvoorbeeld. Heb je, voor de voorstelling begint, dan heb je altijd een soort spanning en zenuwachtigheid. En dat vind ik, aan één kant vind ik dat niet zo prettig. Want dat gaat nooit over. Dus je hebt het een beetje, die adrenaline, wat je ook bij sport hebt, weet je wel. Dat heb je bij het acteren ook. Maar ja, verder zie ik alleen maar voordelen bij acteren. Het is heel leuk om in de huid van iemand anders te kruipen. Het leuke als je dus precies weet wat je gaat doen, maar wees niet gaat doen. Begrijp wat ik bedoel? Dus ja. Je denkt van, ik moet een boze meneer spelen, maar je wordt een hele giftige meneer. Dus een hele andere figuur. En ook met dansen ook. Je gaat allerlei dingen goed instuderen. De pasjes, de combinaties, de muziek. En wees nemen de afstand van. Dan wordt het veel leuker. Ja, dat weet ik wel. En dat doe je net. Het is ook met acteren. Dat is ook een manier van spelen hoor. Dat je die rol goed hebt. En wees laat je een beetje los. En welke opleidingen zijn eigenlijk het best om te volgen als je actrice of acteur wil worden voor film of tv? Eigenlijk de klassieke theaterscholen en theateropleidingen, die zijn natuurlijk toch wel het beste. En met name in Amsterdam is dat zo veelzijdig geworden, want dan krijgen acteurs nu ook veel meer bewegings- en zanglessen. En dat was vroeger alleen maar op de Kleinkunstacademie, heette dat toen nog. En, maar dat is nu voor acteurs ook. Die leren zingen en muzikaliteit en bewegen. Dat is echt enorm verbeterd. En dat zijn ook geen lichte opleidingen. Maar je moet ook echt willen. Ik denk dat als je acteur wil zijn, dan moet je het ook er heel veel voor doen. En het ook echt willen.